Het huidige kiesstelsel is voor het laatst in 1987 en dat is 31 jaar geleden gewijzigd. Dit kiesstelsel dat een levend stelsel moet zijn, dat de aspiraties en gevoel van rechtvaardigheid van het volk moet vertolken, is de afgelopen 31 jaar ongewijzigd gebleven. Dit zei Kermit-Chand Raghubarsingh van de VAP afgelopen woensdag tijdens een persconferentie. Volgens hem heeft zijn partij reeds lang aangedrongen op wijziging van dit stelsel. Zo heeft de VAP volgens Raghubarsingh concrete en integrale wijzigingsvoorstellen gedaan aan de commissie Weidenbos. En wij zeggen, haal die 1%-regel weg. Maak het makkelijker, want die 1%-regel werkt niet. Het werkt in de hand dat mensen jokken over hun kiezersbestand, over hun ledenbestand. En het is niet goed dat mensen jokken, want iedereen ziet dat er gejokt is. Ik bedoel, als je 3.500 leden registreert en je haalt nog geen 300 stemmen, heb je gejokt erover. En wat zeggen de burgers? Dat kiesstelsel in Suriname is bedoeld om de kiezers voor de gek te houden. Dat mag niet, we moeten dat wijzigen. Wat waren de belangrijkste punten van de VHP in de wijzigingsvoorstellen die gedaan zijn? Met name de positie van Paramaribo Wanica, opheffen het onrechtvaardige, het RR-stelsel rechtvaardiger maken. Ik ga u dat zo direct uitleggen. Die 1%-regeling, we hebben gezegd, verwijder het woonplaatsbeginsel. Maak het makkelijker, want het woonplaatsbeginsel dat zegt dat je 2 jaar in een district moet wonen voordat je gekozen kan worden. Het werkt niet goed. We zien dat in dit stelsel onze vicepresident gedwongen wordt om te verhuizen en dat hij niet echt verhuist. Dat ondermijnt het vertrouwen in het stelsel. Het ondermijnt het gezag in je politieke regels. En het ondermijnt het gezag in de politiek. Raghubarsingh gaat verder aan dat dit de reden is waarom mensen aangeven het politiek systeem niet te vertrouwen. Ten aanzien van de pre-electorale samenwerking benadrukt de politicus dat de VHP een tegenstander is van het verbod hierop. De VHP heeft niet dat standpunt. De VHP is daar niet mee gekomen. Geen enkele andere partij, behalve de NDP, is met het standpunt gekomen van verbod op pre-electorale samenwerking. Het is niet van de VHP, niet van enige andere partij. De enige partij die het verbod op de pre-electorale samenwerking wil, is de NDP. En ik moet u terugvoeren naar 2017. Op zaterdag 28 oktober 2017 is in het perscentrum een vergadering gehouden met alle politieke partijen die daar uitgenodigd waren. En er is gepraat over de wijzigingen van het kiesstelsel onder leiding van die oud-president Weidenbos. Alle partijen die aanwezig waren hebben een visie gepresenteerd. Ik weet niet of u zich kunt herinneren. Alle partijen, ook de VHP, waren boos op de NDP. Omdat de NDP daar geen visie gepresenteerd heeft, maar een verklaring heeft gegeven. En het enige wat de verklaring van de NDP zei is, wij gaan geen visie presenteren hier. Maar wij willen wel een verbod op pre-electorale samenwerking. Al dus Stanley Raghubarsingh van de VHP, die tijdens de persconferentie van zijn partij duidelijk maakte dat niet de VHP is gekomen met het thema verbod op pre-electorale samenwerking. Dit thema tast namelijk de vrijheid van politieke partijen om met elkaar samen te werken aan. Ook wijst hij erop dat dit verbod de VHP niet treft, omdat reeds na de verkiezingen van 2015 de partij te kennen had gegeven alleen de verkiezingen in te zullen gaan.